Zo, ik heb net geskipt op de Atomic Redster G7. Dat is een jonger broertje van de G9. De G9 is helemaal afgeleid van de wedstrijdski. Die is heel stijf. Deze is ietsje minder stijf. Wat ik fijn vind aan de Atomic Redster G7 is dat je een beetje kan spelen. Dus als jij een gevorderde skier bent, of niet zo gevorderd, dan kan je vooral lekker op carven. Als je begint met carven is het lekker makkelijk, maar als je goed kan skiën is het ook makkelijk, want je krijgt veel rebound terug uit de ski. Ik zou hem dus echt nemen om goed te kunnen carven.